En dan nu? Pancraas, Servaas en Bonifaas brengen sneeuw en ijs helaas. Hallo kijkers, sommigen onder u hebben vast wel eens van de ijsheiligen gehoord. De ijsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Ze vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De ijsheiligen markeren de overgang naar een periode met meer zomers karakter. U kunt eindelijk de planten die de hele winter op zolder hebben gestaan weer buiten in de tuin zetten. Maar sinds december, januari, februari, maart en nu ook april tot de top 10 van de warmste maanden aller tijden zijn doorgedrongen, kun je de kinderen van tegenwoordig met goed fatsoen niet meer wijsmaken dat zoiets als ijsheilige bestaat, aangezien de zomer al in februari begint. Daarom heb ik de vanille-ijsheilige bedacht. Sint Stracciatella, de ijsheilige met stukjes munt en hagelslag. Sint Cacao, de chocolade-ijsheilige. Sint Cerise, de kersen-ijsheilige. Sint Mascarpone-ijs met vijgen. En de heilige hazelnoot-ijs. En zo kunnen we er nog wel wat goddelijke ijssmaakheiligen bij bedenken. In sommige landen hebben ze ook nog een Sint Sofie uit Rome erbij geteld. Dat is 15 mei. Dat is dan een echte Italiaanse ijsheilige. De vanille-ijsheiligen duren ook iets langer. Ze beginnen in maart en eindigen in oktober. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Sint Softijs. Nee, dat is hem niet. Sint Chocodip. Nee, dat gaat hem ook niet worden. Sint Mango.